Yo, ik ben Chesto en welkom bij de tweede video hier op mijn kanaal Chesto van reageren op oude video's. Vorige keer heb ik echt de video's uitgepakt waarbij ik een beetje op het begin van mijn kanaal reageerde en niet echt game video's. Maar, zullen weten, upload ik het meeste van mijn video's game video's en die ga ik dus op dit moment nu terugkijken. Maar, er gaat al een kleine verandering komen, want ik ga binnenkort iets kopen, wat één deze dagen binnenkort, waarschijnlijk morgen al, als je deze video kijkt, komt het vandaag binnen. Dat is iets waar ik geen game mee kan doen, maar echt een camera voor nodig heb. En ik ben van plan iets meer van dat soort video's te maken, bijvoorbeeld met vrienden challenges, maar dan niet fake challenges of zo, maar gewoon de lemonade challenge. Je weet wel wat ik bedoel, zulke video's. Ik weet het nog niet zeker. Ik ga sowieso ook nog wel games uploaden, maar we gaan nu kijken naar de allereerste video die ik toen als game video heb geüpload hier op mijn kanaal. En laten we gewoon deze aanklikken. Wow to the max. Mensen, Call of Duty Ghost. Weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, OMG Chesto. En misschien is het eerste dingetje wat jullie al opvallen dat ik een andere stem heb. En dat klopt, ik heb een andere stem uitgekozen bij de winkel. Nee, natuurlijk niet, grapje. What the fuck, wat was dat? Ik heb de Logitech G430 waarbij ik mijn gameplay op ga nemen. En als ik gewoon met mijn vrienden ga gamen, gebruik ik natuurlijk nog lekker de Astro A40. Mijn stem was hier echt ook fucking raad als mijn audio. PC en daar ga ik hem zeker op gebruiken. Maar nu over de gameplay, we gaan de allereerste aflevering spelen van To The Max. Waarbij ik met Jenso in de party zit, dus daar zien jullie staan bij mij. En wij moeten gewoon lekker kills maken. En aan het eind van het potje gaan we het aantal kills bij elkaar optellen. En dan moeten we volgende week weer zien. Dit is dus een hele oude serie blijkbaar die ik heb gedaan. Op Call of Duty Ghost. Jensen, er wordt gestossen van Jensen, dus hij muurt zichzelf even. Dus. Mijn allereerste potje weer van de dag. Oh. Dat op de map Octane heette deze, geloof ik. Ja, Call of Duty Ghost is de echte game, jongens. Nou, laten we even een beetje doorzeppen. Teammates, wauw, jullie lopen allemaal tot een blindelings. Ik had geen ammo meer, ik ga extended match op dit kutwapen zetten zometeen. Zo. Oké, jullie pay for that. Dat was allemaal zeggen iets. Yo mensen, Chesto hier. Je deed wel een soort van facecam. Maar wat ik hier dus deed in deze serie is, ik speelde gun game als ik daar dood ging, moest ik iets vies eten of drinken. En holy shit, ik heb er geen suiker in gedaan, geen zoetjes. En het is koud en ik vind koffie sowieso al niet de, je dronk dus koffie, wat ik in de ijskast had gezet, zo al helemaal zonder suiker en zoetjes wat je net hoorde. Geen andere dingen in de buurt staan, nee dat is niet als ik wat, nee oké. Okay. Dan gaan we beginnen, met de PDW, met een knife, dus ik heb een... Daar gaan we dan, nee, als ik zeg maar niet recht kijk, mijn camera staat op een andere manier dan op mijn beeld, want anders nu zie je me van dichterbij zeg maar. Knap wordt je zo. Oh, dit is zo goed. Oh my god. Wacht, die ging dood. Ik wil kijken hoe ik dood ga. Nee! Oh my god. Oh, fucking ranzig. Yo mensen. Holy piep, try hard gun game. Yo mensen, Chesto hier, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, OMG Chesto. En welkom bij weer een nieuwe serie die genaamd heet Try Hard Gun Game. En daar moet ik gewoon lekker een gun game potje zien te winnen. Ik speel op de map. Oké, geen bijzondere serie, ik moest gewoon een gun game potje winnen dus. En, ik herinner me hier dus echt bijna vrijwel niks meer van. Geef daar een like op en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik zeggen. En dan, wel 10 likes, 1 dislike. Game is geladen, dan kunnen we gaan beginnen. 15 augustus 2014. Oh! Mijn game zijn stond altijd fucking hard. What the fuck, hey man! Jens. Wat een vuil. Even kijken. Kijk, deze video die ik jullie nu ga laten zien was toen ik bij Tim was. Oftewel Dutch Legend of hoe heet hij nu? Ik weet even niet met zijn naam hoe die op dit moment heet. Drama Alert NL was het ook weer. Maar hier was ik dus een weekendje bij hem.
En ging voor mijn kanaal een Black Ops 2 potje opnemen op zijn kanaal. Ik had toen nog geen Elgato. En hij wel. Jongens, het is Chesty en welkom bij de video. Audio is heel slecht. Maar ik haal hier eens wat een nuclear wacht. Ik ga het laten zien. Even een beetje doorspoelen hier zo. Oh my god. Zou ik die nuclear kunnen halen? Een beetje doorspoelen. Oh, ga ik het redden, spannend weer. Counter UAV on standby. Zit in roepen. Ik zat hier op mijn 25 streak. Klopt, ik kan het. Oh, nee! I am ghost! Ik had 25 plus streak. Maar jammer genoeg had ik toen niet de nuclear gehaald. Ik heb natuurlijk nu wel een paar live nuclears op mijn kanaal staan. Wat natuurlijk best wel cool is. Even kijken. Ik had hier een serie Epic Rage. Road to Infected Chemistry. Yo mensen, Chesty en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, G Chesto. En welkom bij een nieuwe serie hier op mijn kanaal. Road to Life Chemistry in Infected. Ik weet niet of jullie me horen, maar ik zit in de party met OMG Dilano. En check ook even zijn YouTube kanaal. Maar hij heeft in ieder geval geen kanaal meer, dat is mijn neef. Is het de bedoeling dat ik een campschrijf haal in Infected? En Infected is echt een gay game mode, want iedereen zit erin te campen. Ik weet het wel. Dus, Jan of Twee Rask had vroeger ook die serie. Ik heb er ooit bij me in de lobby gezeten, Ghost. Wat een probleem was, is mijn nichtje werd infected. En zij liep het potje met mij mee, terwijl we met Jaraski in de lobby zaten. Als ik de video kan vinden, laat ik hem hier beneden in de beschrijving achter, waardoor ik het kan zien. Dan zet ik ook over de minuut bij. Als ik hem nog kan vinden, anders dan hebben we pech, jongens. Maar Ik kan hier boven gaan zitten. Ga je niet boven zitten. Waar zit allemaal uit? Oh, daar. Waar? Oh, hier zit allemaal hier. Dat is zo'n retard, hè. Lekker. Je hoort voor hoe Grage. Ben je dood? Ilana is gewoon gek. Kut. Dit is gewoon leuk om terug te kijken, dit, serieus. Even kijken, wat moet ik doen? Yo, zag ik? Kijk, ze komen er allemaal aanlopen. Oh shit. Oh, wat? En dan werd ik genijfd. Wow, yo, kijk al die mensen daar liepen. Wauw. Even liepen kijken, echt te veel mensen. Dat is echt een lucky van mij. Dat is... Ja, dat weet ik. Maar... Zit hier nog leuke nice video's tussen? Is Milano al dood of niet? Nee. Ik vind het zo goed dat je altijd je teamers heeft. Mijn ammo. Chest left your ammo. Ik zie meer echt leuke video's. Oh ja, yeah, dit was de Road to Life. Dit was een Road to Life nuclear, oftewel eigenlijk de visjes. Yo mensen, Chesty en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life. Wat heb ik met mijn haar gedaan daar zo? Hier op mijn kanaal. En in deze serie moeten we simpelweg gewoon een 30 score streak halen. Waar wij dus een visjes medal krijgen, oftewel gewoon beter bekend de nuclear. Ik weet nog wat ik hem hier kon halen. En toen ging ik dood, deze zat ook in die montage. Advanced Warfare vind ik nog niet eens zo slecht een game geweest, als ik het zo ga terugkijken. In het begin was het nog niet eens zo slecht. Alleen toen skill-based matchmaking te erg inging, toen werd het wel erg. Natuurlijk, de Sinus wapens waren ook heel erg OP in deze game. Deze moet ik even halen, jongens. En je kon natuurlijk de visjes halen door middel van je warbe, die ga je daar ook inzetten. De video was niet goed gesynct, dat weet ik nog wel. Even de warbird inroepen, we staan 17-0. Ik vind het altijd wel lach om terug te kijken. Helemaal, je kon in deze game natuurlijk ook je scorestreaks aanpassen met extra time en zo. Ga even doorspoelen, want die nog wel even, geloof ik. En hier ga ik dadelijk dood.
Voor mij was dit ook de eerste aflevering. Wacht, hoeveel stond ik? Wat was mijn score daar zo? Kijk, okay, ik moet nog 6 kills moest ik hier. Nog 6 kills dan had ik de visjes binnen. Nee! Oké, ik ging hier dus dood. Ik moest nog 5 klaar, kills. Ik ben gewoon helemaal klaar. Ik moest nog 5 kills, ik ging dood. Zo zuur. Ik was dus even weglopen. Ik stond aan deze kant van de kamer. 25 streak, man. Nee, jongens. Oh, my god. Deze meen je gewoon. Fucking 25 streak, hé. Hé, hey, man. Maar 5 moest ik uit. Ja, oh, my. Fuck. Nog 5 kills, ik moest heel het bord natuurlijk afspelen, waardoor dat natuurlijk extra zuur was. Maar, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet de blauwe duimpje omhoog achter te laten. De vorige video hebben we 130 likes gehaald. Dat is natuurlijk insane. Binnenkort natuurlijk leuke video hier op mijn kanaal online met een soort van spel die niet op de PlayStation is, maar die ik echt in mijn handen moet houden. Dus, die gaan jullie dit weekend ook verwachten, deze week. Want die ga ik dit weekend opnemen. Binnenkort een leuke video met een meisje aan mijn klas, natuurlijk Luna. Keer geen Nina, maar Nina komt natuurlijk ook weer aan. Dus, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de blauwe duimpje niet omhoog achter te laten. Abonneer voor meer. Zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!